Wouter en Alexander, we staan voor het pand dat binnen nu en een week omgetoverd is in één groot Halloween-festijn. Jullie gaan ons direct binnen laten zien wat de achtergrond is, de letterlijke achtergrond van al die bewegingen, van al die spannende dingen. Vertel hoe jullie ooit op het idee zijn gekomen. Ja, we zijn eigenlijk begonnen is het met mijn broertje. Die heeft toen voor een, wat was dat nou, 4 jaar geleden of zo? Ja, zoiets. Ja. Een paar pompoenen uitgesneden. Die hadden we hier op deze pilaren neergezet. Ja. En ja, dat oogde zo leuk dat, dat we op een gegeven moment het jaar daarop ja, eigenlijk datzelfde plan hadden. En dat was in de coronatijd, dus tijd te veel en... Ik kon ook niet echt iets doen, dus had ook wat centjes over. En zodoende zijn we eigenlijk pompoenen gaan kopen. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal geëscaleerd. Er was geen meer rem op. Dat was hek van de dam. Ja, die escalatie die zorgt ook voor inventiviteit, hè, Wouter? Jullie hebben van alles bedacht om dingen te laten bewegen, te laten roken, te laten dansen, te laten zweven. Ja, we komen allebei niet echt uit die wereld, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je gaat dan even zoeken en dan is tegenwoordig internet toch je grootste vriend. Met wat mensen praten en ja, dan kom je op ideeën en dan ga je dingen uitproberen. En een heleboel dingen, eigenlijk de meeste dingen lukken niet. Die gaan niet volgens planning. Maar het mooie daarvan is, wij weten het, maar ja, als je staat te kijken, dan zie je die dingen niet. Dus dat is dan niet zo erg, om het zo maar te zeggen. Maar het is af en toe wel frustrerend, moet ik zeggen, hoor. We gaan zo dadelijk naar binnen en we gaan kijken naar al die geheimen op de achtergrond. Dank jullie wel. Wouter van den Akker, je staat voor een orgel. Misschien niet levensecht, maar toch een orgel. En iets dat gaat bewegen. Leg eens uit wat we gaan zien. Nou ja, voor de mensen die vorig jaar onze show hebben bekeken, hebben wij hier een van onze pronkstukken staan. Dat is onze orgel, ja, ruim 2 meter breed en 1,5 meter ongeveer bijna hoog. De buizen zijn gemaakt van karton en PVC en overgeschilderd. En een hele houten kaskel door mijn broer in elkaar getimmerd met allerlei sierlijsten en dergelijke. En daar hebben we dit jaar een leuke toevoeging, denken we, op gemaakt. We hebben hier wat toetsen gemaakt van hout en een pneumatisch systeem aangelegd. En we hopen dat dat dadelijk ook gaat werken. Dus altijd even afwachten. Maar het is de bedoeling dat hier ja, die handen hier gaan bewegen en eigenlijk op de muziek op het orgel gaan spelen dadelijk. Maar ja, het is een experiment, dus we gaan even zien hoe het uit gaat pakken. Alexander, we staan in de volgende ruimte. En bij een grote pop, wat gaan we straks zien? Ja, dit is eigenlijk een van de nieuwe stukken, de moerastrol. Voor de mensen die vorig jaar zijn geweest, hebben we een verhaal geschreven. De verhaal hebben we een klein beetje herschreven. En daarin speelt dus de moerastrol een grote rol, waar we dus nu bij staan. Deze hebben we helemaal gefabriceerd uit papier-mâché. Of ja, dit heeft eigenlijk onze moeder, die is ook meegetrokken in de Halloween madness, als om het zo maar even te zeggen. En ja, die heeft deze dus helemaal gepapier-mâché'd. En het idee hiervan is dat zo meteen in de show, achter hebben we lampen ingebouwd. Die kan je hier, denk ik, nou, die hebben we hier nog niet staan, maar hierachter komt de lamp in te staan, waardoor zijn ogen en zijn neus aangelicht worden. Maar dat zullen we in de show zullen we dat allemaal zien. En dat wordt natuurlijk ook nog even van vooraf aangelicht. Maar uiteindelijk is dit in het verhaal hetgene, ja, het monster wat eigenlijk alle ellende veroorzaakt. Dus dit is het grote boosdoener van onze show eigenlijk. Wouter, dit is nog duidelijk in opbouw. Je vertelde zojuist dat er witte wieven mee gemoeid zijn met deze ruimte. Ja. Leg maar eens uit, hoe gaat dat werken? Nou ja, eigenlijk is deze pop, dit karkas, is iets wat we eigenlijk elk jaar hergebruiken in andere vormen. Bij Halloween heeft hij al vaker Mager Heim gespeeld. En tijdens de kerst is hij de geest van de toekomst altijd. Dus deze heeft al wat draaiuren erop zitten.
Maar we gaan nou eigenlijk een keer wit aankleden in plaats van zwart. Het is de bedoeling dat hier allerlei ja, witte wieven, zoals dat denk ik uit het Belgisch komt, heet. Dus een beetje ja, witte geesten komen hier te hangen. En die gaan we proberen ook nog met dat ventilatoren wat beweging in te krijgen. Maar dat moeten we ook even nog precies kijken hoe we dat aan gaan pakken. Dat is het idee in ieder geval. Nou is het zo, Wouter, dat de ideeën zijn prachtig, maar de datum dat het moet spelen, die komt ook angstwekkend dichtbij. Ja. Zoals we wel vaker zeggen, eigenlijk heb je altijd tijd tekort voor zo'n ding. Er zijn genoeg ideeën om altijd weer dingen uit te breiden en leuk te maken. Maar komt goed. Dit is, moet ik zeggen, dit aankleden is een paar uurtjes werk. Alexander, jaarlijks op een pompoenenjacht. Ja, het is het jaarlijkse uitje voor ons. Dat doen we altijd graag. En ja goed, wij in het begin zijn we natuurlijk begonnen met een paar pompoenen. Daar is eigenlijk ook heel het verhaal ontstaan hier. Hier is onze hobby uit de klauwen gelopen, zeg maar. Ja. We zijn voor een paar jaar geleden zijn we met pompoenen begonnen. En dat is toen helemaal geëscaleerd naar een Halloween show. Dus zodoende zijn wij in eerste instantie op zoek gegaan naar een paar grote pompoenen. Nou had ik toevallig in Boekel een keer een busje voorbij zien rijden. Ja. Krolpompoenen. Dus die hebben we gebeld. Nou was dat eigenlijk een groothandel, deed niet aan particulieren. Maar hij was wel heel erg geïnteresseerd in onze plannen. Dus zodoende zijn we daar naartoe gegaan. En ja, dat is gewoon heerlijk. Dat mogen we gewoon uitzoeken. En ja... We kwamen daar de eerste keer en we hielden niet voor mogelijk hoeveel verschillende pompoenen er eigenlijk waren en wat voor een vormen. Dus hier hebben we een heel kist met allemaal kleine pompoenetjes. Daarachter hebben we de snijpompoenen, de grotere, want ja, natuurlijk het heette volgens mij ook de Halloween pompoenen. En dit zijn een beetje de bekende die iedereen wel kent. Maar flespompoenen, sterpompoenen, je kan het allemaal zo gek niet bedenken of hij heeft het. En gaan jullie die nou ook allemaal, maar een aantal ook nog bewerken met de beroemde ooggaten en mond en straks een kaarsje erin? Zeker, dat is een heel creatieve bezigheid is dat. Doen jullie dat met z'n tweetjes of wordt de rest van het gezin ook ingezet? Nou, daar wordt niet alleen de rest van het gezin ingezet. Eigenlijk iedereen die daar interesse in heeft, die mag aanschuiven. Het is gewoon een hele gezellige avond en leuk om je creativiteit op los te laten. Want het is niet alleen de gezichten die iedereen kent die gemaakt worden, maar we hebben ook een draak of een heks of bokkenkop hebben we zelfs een keertje gemaakt. Ja. Dus ja, kan zo gek niet bedenken. Wouter, bij Halloween hoort een draak. Dat is een wet van meten en persen. En kijk, hier is een draak in de maak. Vertel hoe je hem gaat laten bewegen. Dit is ook een draak die we vorig jaar al hebben gemaakt. En vorig jaar hadden we eigenlijk het idee al om te laten bewegen, alleen dat is er toen niet van gekomen. Wegens tijdgebrek eigenlijk vooral. Maar ja, nou, dit jaar moet dat dus wel gaan gebeuren, dus daarom staat hij weer even in de garage om een kleine revisie te ondergaan. Ja, zoals je ziet hebben we vorig jaar al op een zorgbed, ziekenhuisbed, opgebouwd. Daar zitten wat motortjes in, die zijn vrij krachtig, dus dat is mooi. Daar maak ik ook goed gebruik van, want het hele ding bij elkaar weegt toch wel wat. En ik ben nu bezig met de laatste techniek, eigenlijk de laatste draadjes aan koppelen, want we hebben het al getest en hij doet nu in ieder geval wat hij moet doen. Dus dadelijk altijd kijken of er geen stekker en softwaregeesten zijn die het roet in het eten gooien, maar in principe lijkt het goed te gaan. Dus we hebben hierachter een chip hangen, om het zo maar te zeggen, een relais, en die draait de stroom om en dat wordt aangestuurd met ons algemeen systeem. En dan zitten nog wat transformatoren en dat soort dingen tussen. En wat andere techniek voor de andere special effects, zoals de ogen en de mond. En hier komt nog een rookmachine in te staan dadelijk. Die door de nek heen rook blaast naar zijn kop. Dus dit is toch wel een van onze pronkstukken. Zoals je ziet moet hij nog in de lak. En dan kan hij naar boven. Ja, ik vind het opmerkelijk dat zoals hij hier staat. En het beeld dat we straks, want dat herinner ik me nog van de vorige keer, buiten op het dak, de metamorfose die dat dan ondergaat. En dan heb je natuurlijk ook geen idee van dat bed en alles wat je net beschreven hebt. Ja. Fantastisch.
Ja, hij is ook niet helemaal compleet hier op de foto. De vleugels staan hier achter nog en de poten liggen ook nog, want er moest nog wat aan veranderd worden, zodat hij mee kon bewegen. Dus die hebben inderdaad een kleine operatie ondergaan. Dus ja, dus hij ziet er dadelijk inderdaad heel anders uit. Dat is wel grappig. Hoe lang zijn jullie daar nou eigenlijk gewoon mee bezig met al die voorbereidingen? In het algemeen? In het algemeen. Ja, dat loopt in de weken, maanden. Ja, in principe als je met de show, eigenlijk als je dit jaar met de show bezig bent, dan krijg je alweer ideeën voor het jaar erop. En ja, echte voorbereidingen beginnen meestal een paar maanden van tevoren. Beginnen we al rustig aan met bouwen en dingetjes. En ja, op het einde is het altijd druk. Je hebt altijd tijd tekort. Dus. En jullie putten daar veel plezier in? Ja, het is een superleuk project. Wanneer kan je nou zoveel creativiteit kwijt? Het is een soort speeltuin, moet ik zeggen. Die kans krijg je niet zo vaak. Dus als je hem krijgt, moet je hem benutten, om het zo maar te zeggen. Alexander, we staan bij een boot, een omgekeerde boot. Dat zou je eigen privé hobby kunnen zijn, maar het is ook voor de show, hè? Ja, klopt, ja. Nou, we zijn dit jaar eigenlijk gaan brainstormen, met het ontwerp aan al gegaan. En op een gegeven moment kwamen we tot het idee van, gaaf, dat er eigenlijk in ons verhaal zou super passen, in die gracht iets hebben. Ja. Dus zodoende zijn we op een gegeven moment een beetje gaan denken en zijn we op een boot uitgekomen. Wouter is toen op zoek gegaan naar een boot. En ja, dat was een sloepje, wat ik weet even niet meer waar, precies waar we hem hebben opgehaald. Maar ja, lag er eigenlijk te verpieteren. Dus toen hebben we die boot gekocht en meegenomen. En de precieze rol van de boot is dus, suggereert dat hij in de vracht ligt? Ja, er komen twee soldaten in te zitten, twee ridders. Wat uiteraard in ons verhaal past, die de moerasmonsters, de toverkol, eigenlijk gaan bevechten. En ja, die komen er twee in te zitten, naar achter in het mottenkasteel, waar de koning natuurlijk met zijn rijkdommen zit, tracht, de moeras, de mystieke wezens en al het goud daaruit te halen. Spannend. Ja. Zodoende zijn we ja, eigenlijk met een boot hier beland. Waar we eigenlijk helemaal niet van wisten van hoe we zoiets moesten restaureren. Maar ja, dat is dan weer het leuke aan die show. Je begint met iets en ja, gaandeweg verdiep je in een wereld waar je eigenlijk ja, normaliter niet in zit. Toen, je leert van allerlei processen en technieken en ja. Ideeën. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg leuk om telkens weer Dries bij te bedenken en te doen. Ja, ja, absoluut. We hadden ook niet verwacht dat een boot restaureren zo duur kon zijn. Dus dat was wel even slikken. Maar ja, gewoon leuk. Nieuwe informatie, nieuwe dingen, uitprobeersels. Ja, hartstikke leuk. Wouter, we kijken naar een kanon in aanbouw. Wat kan er allemaal gebeuren eer dat het ook echt als een kanon kan schieten? Ja, dat is inderdaad wel de bedoeling wat jij nu zegt. Ja, een koning is natuurlijk niks zonder zijn ridders. En zijn ridders kunnen goed gebruik maken van een kanon in een strijd tegen de mystieke wezens. Dus vandaar dat we dat kanon aan het maken zijn. Ja, we hebben eigenlijk gewoon een frame hier eigenlijk gevonden. Dit ijzeren frame dat werd eigenlijk gebruikt voor... chemicaliën om te kiepen. Er zat een kantelsysteem op. En deze wielen hebben we eigenlijk van een textielboom afgehaald, zoals dat neemt. Dus hier zat een grote as op en daar werden textielgaren opgewikkeld. En dat is mooi, heeft mijn broer, die is heel handig met hout, die heeft er hier een prachtig details aangemaakt. Echt een houten boom als as eigenlijk gemaakt. En nou komen we bij de finishing, de finishing touch. De loop moet hierin gebouwd gaan worden. Er wordt PVC, die buis ligt hier ook al klaar. Er moeten ook nog details opgemaakt worden. En daarnaast moet hij natuurlijk kunnen schieten. En daarom hebben we deze jongens aangeschaft. En dit zijn CO2 kanonnen.
Die gaan we erin bouwen. Maar daar komt een CO2-fles aangekoppeld. Een grote witte pluim uit. Dus dat moet het effect van een kanon gaan geven, hopen. En de knal? Ja, de knal dat zullen we helaas met het boksen moeten gaan doen. Want dat werd weer allemaal te ingewikkeld. Omdat die aan de andere kant van de gracht komt te staan. Dus doen we het hier even mee. Mager Hein gespeeld. Tijdens de kerst is hij de geest van de toekomst altijd. Dus deze heeft al wat draaiuren erop zitten. Maar we gaan nou eigenlijk een keer wit aankleden in plaats van zwart. Het is de bedoeling dat hier allerlei witte wieven, zoals dat denk ik uit het Belgisch komt, heet. Dus een beetje witte geesten komen hier te hangen. En die gaan we proberen ook nog met dat ventilatoren wat beweging in te krijgen. Maar dat moeten we ook even nog precies kijken hoe we dat aan gaan pakken. Dat is het idee in ieder geval. Nou is het zo, Wouter, dat de ideeën zijn prachtig. Maar de datum dat het moet spelen, die komt ook angstwekkend dichtbij. Hè? Gaat het lukken? Ja, zoals we wel vaker zeggen, eigenlijk heb je altijd tijd tekort voor zo'n ding. Er zijn genoeg ideeën om altijd weer dingen uit te breiden en leuk te maken. Maar dit komt goed. Dit is, moet ik zeggen, dit aankleden is een paar uurtjes.